Richting het slotakkoord, dames en heren, van... En zo tellen we langzaam maar zeker af. En dat betekent dat we gaan wandelen. Gaan we kijken. Gaan we naar de 40 seconden. En vanaf de 40 seconden, als we dat vol blijven praten, komen we automatisch bij de 30 seconden. En dan gaan we kijken. Want dan gaat straks natuurlijk de motards, alsof ze op de TT-circuit van Assen zitten, een straal gas geven om de mannen te vertrekken. Meneer Nienhuis, ik zou zeggen, knal de mannen maar weg. Attentie, motoren, oprijden. We gaan vertrekken voor de omloop van de clubcompetitie in Usquert. Ja! Twee verzanten in de haas. Uit de luchtkanaal, daar gaan die mannen van een veel succes. Maken we zo een mooi feestje van. En zo, dames en heren, is dat peloton vertrokken. En nu komt nog het mooiste. Want er zijn namelijk al die ploegleiderswagens die ook mee mogen gaan. We hebben hier... Vooruit en drie van natuurlijk de jonge renner. Dan geven ze de bel voor de wonnen van de finale clubcompetitie. Roy Eefsting uit het zicht. En dan de volgende groep. Denk ik dat Roy Eefsting, ja, die heeft toch een voorsprong ook op deze groep. Ik kijk zo meteen. Fantastische trui natuurlijk. En wat een resultaat voor natuurlijk de jonge renner. Mooie bokaal. Wat mooi op staat KMU clubcompetitie. En hoe mooi is het geweest dat de samenwerking inderdaad tussen het comité en de Noordelijke Wielervereniging tot zo'n succes mocht uitdraaien. Fantastisch mooi om te zien. Ik doe even nog een applaus voor deze man. Daan Leijers. Want de nummer 2 van vandaag ook daarbij de zoenen en een bokaal. Voor niemand minder natuurlijk, dames en heren, Taco van der Hoorn. En ook chapeau natuurlijk voor deze man die wist dat hij in zijn uppie gewoon moest maken wat er van te maken viel. En dat heeft hij laten zien in de eindsprint keurig naar een derde plek namens Wiesel Cycling, Stefan Bakker. Ja, dat weten mannen, als jullie mogen inschuiven, Milou, zoek een mooi plekje bij de mannen.
Dan doen we nog eens een keer de handen op één voor hier de eerste drie van het laatste wedstrijd van die mooie finale clubcompetitie. Stefan Bakker, Taco van der Hoorn en de man die geschiedenis schrijft hier in 2014 in Usquert. Dame Heijs, je bent hier in Usquert, de omloop. De jonge renner deed het fantastisch dit weekend, denk ik. Alle onderdelen gewonnen. Wat is de kracht van jullie ploeg? De breedte. Ja, we hebben gewoon 6 renners die allemaal een koers kunnen winnen. En waar andere ploegen er misschien 2 of 3 hebben, zijn wij gewoon veel meer pionnen die we uit kunnen spelen. En dan, dan moet je er moeite mee doen. Nou, jullie waren eigenlijk oppermachtig dit weekend in Usquert, kun je rustig zeggen. Had je nou zo weinig tegenstand of waren jullie gewoon zo sterk? Nou, ik denk dat het ook een combinatie van factoren is waar je sterk waren. En dan, zoals net ook al zei, een andere ploeg die in de breedte net iets minder. En vooral in zo'n ploegentijd kom je daar gewoon tekort. En zeker omdat elke keer, als je één, vooral in het criterium bijvoorbeeld, dan mag niks tegen zitten. En als je een derde renner, als die wat tegenkomt in het criterium, verlies je al heel snel zoveel plekken. En dan verlies je zoveel punten, dan kun je ook bijna niet meer goed maken. Dus ik denk dat daar ook wel voor ons het voordeel ligt met deze puntentelling. Dan waren jullie weg met een paar renners, er zat er eentje in achtervolging. Hebben jullie gedacht van, wat moeten we doen? Moeten we erop wachten? Moeten we gewoon wegblijven? Wat gaan we doen? Nou, het gat was volgens mij bijna een minuut en dan het peloton zat er vlak achter nog. Dus dan niet meer nagedacht, gewoon dat wij met z'n vieren vooruit bleven. En dat je dan met het spelletje uit kan gaan spelen de laatste paar kilometer. Ronde van Groningen, Usquert, door de polder heen. Hoe zwaar was het eigenlijk? Nou, het is natuurlijk vandaag maar 127 kilometer. Waar de Ronde van Groningen volgens mij 160 is, dacht ik. En dan... het is vanaf de eerste ronde was het eigenlijk gelijk koers. Dan moeten we achterop een hele lange baan, vrij smal, waar echt de wind op de kant stond. Dan waaide het nog niet super hard vandaag, dus dan, maar wel genoeg om het verschil te kunnen maken. Ja, er werd je al eerder gevraagd vandaag, wat heb jij met Usquert? Maar wat heb jij met Usquert? Ja, ik zou het echt niet weten, ik denk dat het toeval is. Maar, maar als je dit rondje nou bekijkt, je hebt er nu gereden, wat vind je ervan? Ik vind vooral voor de ploegentijd vind ik het echt heel erg mooi. Dus het, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bochten in. Dan kun je echt op 16 kilometer kun je echt gegroepeerd draaien. En dan weinig momenten dat het echt stil hoeft te vallen. Dus we rijden 52 minuten, dat ligt ook aan het parcours. Het is wel een rondje waar je echt de gang erin kan houden. En zeker met de wind die er vandaag een beetje stond, dan op dit rondje kun je er een mooie koers van maken. Het is natuurlijk heel lastig om inderdaad op het goede moment de piek te hebben waarop je zegevierend naar de streep kunt rijden. Nou, je kon er alleen vrij snel in een vrij snel stadium doen aan het einde van de rit. Zeg je nu van, dit is een parcours wat finale clubkampioenschap waardig is? Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik liever gewoon nog een uur langer koers had gehad. En dan, misschien kun je het voorstellen? Ja, maar het gaat volgend jaar weer op de schop, hè, dus ik weet niet hoe we het precies gaan doen. Maar dat we dan... nog gewoon echt 160, 170 kilometer koers hebben. Een grote ronde vind ik gewoon mooier. En dan nog wat plaatselijke rondjes over het publiek. En dan, dat vind ik mooier persoonlijk. Maar zo is het ook goed. Hoe ziet jouw eigen toekomst eruit? Ik zou het verder. Sportief gebied zou ik het nog niet weten. En dan moet ik gewoon plezier blijven houden. En dan komen de resultaten zoals je ziet vanzelf. Ja, ik denk dat je ploegleider blij is. Jullie zullen blij zijn. Als ploeg zullen jullie blij zijn. Dat wordt waarschijnlijk later vandaag nog wel even bij elkaar even de felicitaties en feest vieren. Ja, zo meteen is om 5 uur de huldiging. En dan gaan we dan even lekker een hapje eten. Wat is dan je volgende koers? Volgende week de Baronie Breda Classic bij mij in de achtertuin. Gaan we je dan weer voorin zien? Ik mag het hopen. Meer dan mijn best kan ik niet doen en dan zullen we het wel zien. U staat er met een forse bos bloemen, ja. Maar ik denk dat we het er beide wel over eens zijn dat eigenlijk die aan de organisatie toe behoorden. Nou ja, mij werd net gevraagd van wat vond je ervan? Nou, zonder organisatie geen winnaars, dat is een mooie uitsmijter. En dat meen ik ook uit de grond van mijn hart. Het is weer geweldig georganiseerd. Ik heb begrepen dat ze op heel korte termijn het verzoek kwam bij Usquert om het te organiseren. Nou, ze hebben er fantastisch vorm en inhoud aangegeven. Ja, en dat kan alleen maar met vrijwilligers en die hebben de schouders eronder gezet. Dus ik denk dat we eigenlijk alleen maar van een heel succesvol weekend in Usquert, in Eemsmond kunnen spreken. Ja, wat is dat toch met Eemsmond, met Usquert en met wielrennen? Ja,
Dat weet ik eigenlijk ook niet. Maar wij hadden dit jaar het festijn Fiets Rond in Eemsmond. Dat hebben we gedaan omdat het prachtig is om hier recreatief te fietsen. Maar Usquert heeft natuurlijk Fietsend Nederland, Fietsend in het Noorden op de kaart gezet. En wij dachten dat is mooi om daarop in te springen. Dus het is geweldig. Het past ook precies bij een sportieve gemeente als Eemsmond. Maar Usquert, ja, dat is iets heel bijzonders. Ja, nou is het de eerste keer dat de finale van het clubkampioenschap gehouden zijn. Zou u nou zeggen vanuit de grond van uw hart van eigenlijk moesten we dat ideaal doen? Nou ja, dat weet ik niet. Ik ga daar niet over. Ik zou ook zo'n organisatie niet willen overbelasten. Want zij moeten ook het vinden van sponsoren. Het moet ook, iedere keer moeten die vrijwilligers ervoor klaarstaan. Maar het is natuurlijk geweldig. En iedereen is er zeer over te spreken. En vanmorgen, toen ben ik in de gemeente aan het wandelen geweest. En ik trof menigeen. En onder andere hotels, bed en breakfast. Iedereen profiteert ervan mee. Dus ook economisch is het interessant voor de gemeente Eemsmond. Nou hebben we komend jaar weer een sportverkiezing. Daar zit ook een sportorganisatie bij. Ik hoor u denken van, dit zal wel een goede kandidaat zijn. Nou, kijk, ik zou een slechte ambassadeur van mijn gemeente zijn als ik niet zou gaan voor een organisatie uit onze gemeente. En er zijn veel organisaties die daarvoor in aanmerking komen. Maar dit jaar denk ik dat Usquert bovenaan staat.